Districtschepen Samuel Markewitz, april maand, belangrijk voor de markten in Antwerpen. Inderdaad, de maand van de markt, dus dat is echt super. We zijn heel blij om hiermee naar buiten te komen. Dus dat is een heel mooi evenement om iedereen terug in de verf te zetten, onze 24 markten die we hier in Antwerpen hebben. We zijn nu op het Sint-Jaansplein, het is hier gezellig hè? Het is hier zeker gezellig. Elke woensdag en vrijdag is dat hier the place to be. Dat is echt leuke shoppen. Iedereen kent elkaar. Dat zijn de gezellige gezichten. Je kunt hier een koffiecup pakken. Je kunt hier groenten kopen en handtassen kopen. Allee, van alles en nog wat, zoals wat verwacht is op een markt. Je zou vergeten dat er supermarkten bestaan als je hier rondwandelt. Ja, dat is ook niet de bedoeling om concurrentie te gaan spelen en die soort zaken. Maar inderdaad, het is hier wel een heel leuk markt. En dat is de bedoeling dat mensen samenkomen, dat mensen naar buiten kunnen komen. Dat we de online shoppen, dat heel belangrijk is voor de economie, maar toch wil dat opzij zetten. Er is wat te winnen. Wat? Ja, inderdaad. Dus de actie is, samen met de stad zijn we bezig met een mooie, heel mooie actie. Dus je kunt dat online verder invullen of zelf naar de markt komen om dat hier op een kaartje te steken. Je krijgt zo'n kaartje met een QR-code en dan vult je in elke keer dat je gaat shoppen. Ieder handelaar is erbij en nadien zijn er 100 winnaars. Dus niet altijd dat er alleen maar 1 of 5 winnaars zijn. Er zijn 100 van die caddies te winnen. Die gaan opgevuld worden door de lokale markten. Dus een echt volle kar met caddies. Met de Antwerpse logo, uiteraard heel trots erop. En dat ze hier kunnen winnen om hier verder te komen shoppen voor jaren om mee te genieten. Misschien nog eens herhalen waar de inlichtingen kunnen verkregen worden hierover. Ja, dus het kan op Ik Koop Lokaal. Dat is een app die je kunt downloaden. En ook er is een kaartje die je kunt krijgen voor degenen die nog geen app hebben of die geen smartphone zo in thuis voelen. Die kunnen dat bij elke kramer kunnen ze hier komen. En daar staan affiches daar geplaatst waar dat ze die zo'n kaartje kunnen krijgen. En dat is voor heel de maand door dat ze punten kunnen sparen, een manier van spreken. En de 100 winnaars krijgen een volle caddy. Is het iets wat elk jaar gaat terugkomen? Dat is zeker iets dat we gaan bekijken. Als het lukt en als er een vraag voor is, dan willen we het zeker doen, want de markten zijn heel belangrijk om te ondersteunen.